Voordat ik mijn verhaal hou, wil ik vertellen waarom ik dit doe. Er is veel te verbeteren in de paardenwereld. Paarden hebben meestal niet de bewegingsvrijheid die ze nodig hebben, krijgen niet de voeding die ze nodig hebben en met dwangmiddelen wordt hen veel pijn toegebracht. Ik geloof en ik hoop dat veel fouten worden gemaakt doordat mensen niet goed doorhebben welk effect hun handelingen hebben op hun paard. Door dit zo duidelijk mogelijk uit te leggen, hoop ik een steentje bij te dragen aan een beter paardenwelzijn. Ik begin met een probleem dat het makkelijkst is aan te pakken. Het bit. Doordat het bit in de mond zit, is het aan het oog onttrokken. Wat we niet zien, is er voor ons gevoel vaak niet. Daardoor denken veel mensen niet na over wat het bit in de mond doet. Ik kan me nog een manegeles herinneren op een drammerig paard. Ik moest de hele tijd zo hard aan de teugels trekken, dat ik mijn vingers na de les bijna niet meer kon bewegen. Zoveel pijn deed het. Ik heb toen geen moment nagedacht over wat dat arme paard in zijn mond moet hebben gevoeld. Al probeerde hij mij dat wel duidelijk te maken. Het gebeurt zo vaak dat het mensen niet eens meer opvalt. Paarden die met bit worden gereden doen heel vaak hun mond open. En daar hebben ze een goede reden voor. Om te begrijpen waarom ze dit doen, moeten we weten wat er van binnen speelt. Ik heb een model van een schedel over het hoofd van dit paard geplakt. Zo kunnen we nagaan wat het bit in de mond doet. Eigenlijk is het niet zo moeilijk om uit te zoeken waarom dit paard zijn mond open doet. We hoeven alleen maar te bedenken wat er gebeurt als hij zijn mond dicht zou doen. Door de scharnierwerking van het bit wordt het paard in zijn gehemelte geprikt. Door zijn mond open te doen komt de klap minder hard aan. Maar paarden proberen ook op andere manieren aan de pijn te ontsnappen. Om dat uit te leggen, haal ik er even een stoel bij. We hebben allemaal wel eens op een stoel zoals deze gezeten. De ontwerper had vast veel gevoel voor vormgeving, maar lekker zitten zijn stoelen niet. Ze prikken voortdurend in je ruggengraat. Op een stoel zoals deze leun ik nooit langer dan een minuut achterover. Mensen die op deze stoelen moeten zitten, zie je veel schuiven. Dan leunen ze op het ene schouderblad, dan weer op het andere. Dan weer op de ruggengraat. Waarom doen ze dat? Volgens mij om de pijn te verdelen. Het is niet vol te houden om op zo'n stoel de hele tijd op de ruggengraat te leunen. Want de pijn wordt langzaam steeds erger. Je kunt je voorstellen dat het nog meer pijn zou doen als die leuning de hele tijd tegen je rug tikt. Paarden voelen de hele tijd een bit in hun gehemelte tikken. Ze kunnen er niet voor zorgen dat het bit ergens anders inslaat, maar ze kunnen wel iets tussen schuiven om de pijn toch nog te verdelen. Dat is, op de geslachtsdelen na, hun gevoeligste orgaan, de tong. Vaak genoeg hoor je mensen klagen dat een paard zijn tong over het bit gooit. Het probleem is meteen opgelost als het bit eruit wordt gehaald. Maar helaas denken veel mensen daar niet aan. De markt heeft slim op de situatie ingespeeld door allerlei werktuigen aan te bieden die het probleem zogenaamd oplossen. Het gaat hier altijd om symptoombestrijding. De oorzaak, pijn, wordt namelijk niet weggenomen. Ik ga niet alle hulpmiddelen bespreken, maar als voorbeeld neem ik het lepelbit. Het lepelbit is een bit met twee ronde schijfjes. Een schijfje voor het bit en één erachter. Door de schijfjes wordt de tong vastgezet. Het paard kan de tong daardoor niet meer over het bit krijgen. Een dubbel gebroken trens prikt door zijn constructie niet in het gehemelte. Maar hij werkt wel in op de onderkaak. Veel mensen weten niet dat het bot op de plaats waar het bit zit vlijmscherp is. Tussen het bit en deze scherpe botten
zit een dun laagje tandvlees dat heel gevoelig is. Als de ruiter aan de teugels trekt, duwt het bit het gevoelige tandvlees op het scherpe bot. Bij een enkel gebroken trens is dat niet anders. Nou hebben niet alle paarden een even grote tong. Meestal is de tong zo groot dat hij over de scherpe botten valt. Dat maakt het voor het paard nog pijnlijker, want dan wordt de tong tussen het bit en de scherpe botten geklemd. Ook hierdoor doen paarden hun mond open als ze een bit in hebben. Door met de onderkaak voor het bit te wijken, krijgt de tong weer even wat ruimte. Maar omdat de ruiter vaak met aanleuning rijdt, wordt het bit al snel weer aangetrokken. Het paard reageert door de mond nog verder open te doen. Nou hebben de meeste ruiters wel door dat er iets niet in orde is als een paard zijn mond open houdt. Maar helaas wordt ook dit probleem niet bij de wortel aangepakt. In plaats van na te gaan waarom een paard zijn mond open doet, wordt de mond letterlijk gesnoerd. Soms met een sperriem, soms met een aansnoerneusriem, soms met een combinatie daarvan. Wat je niet ziet, is er voor het gevoel niet. Een paard dat met sperriem wordt gereden, doet zijn mond niet open. Jammer genoeg zien veel ruiters dat als de oplossing van hun probleem. Maar de reden dat het paard zijn mond open deed, was pijn. Het paard doet zijn mond nu niet meer open, omdat hij het niet kan. De pijn is alleen maar erger geworden. De mond kan namelijk niet meer wijken voor de druk van het bit, waardoor de klappen nog harder aankomen. Eigenlijk is het heel ironisch. Velen dromen ervan te kunnen praten met hun paard. Maar zodra het dier duidelijk maakt wat hij van onze zogenaamde hulpmiddelen vindt, snoeren wij hem de mond.